en alsof morgen niet bestaat. Ze doen me lekker altijd blij van binnen. Nee. Goedenavond allemaal, wij zijn weer terug natuurlijk met het Regio Artiestencafé. En ik zou eigenlijk, Sil, wie zou hier nog meer zijn? William. En William die dacht van, nou schuif het lekker door naar Sil. Laat Sil het interview maar doen, ik hou niet zo goed op beeld. Dat denkt hij. Dat denk ik ook. Maar, William, ook in jou had ik mijn eigen verdiept. Ja, dus dat houdt ze te goed, de interview. Dat, op een of andere manier, komt dat zeker. Nou, dan gaan we met jou doen, hè Sil? Zo is dat. Nou, vertel het eens even. Nou, meid, we kennen jou eigenlijk. Maar wij kennen jou eigenlijk van diverse soorten muziek. Klopt, ja. Want ja, je hebt net ook al een beetje verteld. Je hebt eigenlijk je naam gevestigd, in ieder geval in de omstreek van Brabant. Door eigenlijk toen Tina Turner te zingen. Ja, dat klopt. Ja, de Bosse Tina. De Bosse zo Tina. Is het, zo is het begonnen. En vooral die uithalen, daar vergeleken ze met Sirene op maandag. Ja. Dus, ja, dat was hetgene waar ze mij mee vergeleken. Ja, dat klopt. En je bent in die tussentijd eigenlijk wel gegroeid. En we hadden het net al over met de vorige gast. Van, die zei ook al van, ja, er zijn al zo weinig zangeressen. Ja. En daar kan jij over meepraten, want jij vecht als een kei. Klopt. Om in principe je eigen nog beter te vestigen dan dat jij bent. Ja, dat klopt. Dat is gewoon heel moeilijk als zangeres zijnde. Ja. En vooral omdat ik niet echt in het Nederlandstalige zit. Andere kant is ook een voordeel, omdat ik me wel onderscheid van de rest natuurlijk. Mm-hmm. Ja, vooral de soul en zo, uit de jaren 70, 80, dat blijft. Ook jeugd zingt dan mee. Juist. Maar ja, het is heel raar, moeilijk, omdat er toch al zo weinig zangeressen zijn, zou je zeggen. Ja. Ik weet niet wat dat is. Antipathie tegen zangeressen of zo? Ik heb geen idee. Maar het wordt echt, moet ik eerlijk zeggen, wel steeds erger. Ja, het wordt steeds erger. Nou, ben jij eigenlijk iets aangegaan met William van Engelen? Dat klopt, ja. Het is eigenlijk zo begonnen dat ik het nummer... jaren geleden ben ik iemand tegengekomen, Roy Schut. En ja. Dat is ook een producer. En die heeft het conservatorium gedaan. En die staat op feesten. En die zocht eigenlijk een zangeres voor een hardstyle nummer. Ja. Nou, ik ben bij hem geweest. De basis is toen gelegd. Maar door allerlei omstandigheden heeft hij hem nooit kunnen afmaken. En ik vond het heel zonde, want het nummer was ging eigenlijk over dat je uit het donker komt. Dus mm-hmm. in het licht komt. Dus dat je het verleden achter je laat. Ja. Dus was heel toepasselijk, die tekst. En toen ben ik met William, daar heb ik gewoon een goed contact mee. Wij zitten samen veel in de studio, werken veel samen. Van gods wil jij er niet iets van maken? En er is een hardcore nummer van geworden. Oké, okay. Dan komen we straks eventjes op terug, ja. Want William heeft het al meer keren voor jou gedaan. Ja. Want hij heeft ook een oud nummer van jou, een Nederlandstalig nummer. Heeft hij voor jou ook nog eens een keer geremasterd? Dat klopt, dat is het nummer Ik Droom. En alleen hij was er zelf nog niet helemaal tevreden over. Nee? Nee, maar hij heeft nog meerdere versies liggen, dus... We kunnen nog een keer verwachten dat hij dan nog een keer uitkomt. Nou ja, ik heb wel meer nummers wat ik denk van, nou hè, daar zou ik nog wel een keer opnieuw iets mee willen doen om het een boost te geven. Dus wie weet. Maar hoe ben jij eigenlijk van begin af aan met William eigenlijk in contact gekomen? Wat is jullie klik geweest eigenlijk samen? Dat is al heel lang geleden, toen William echt ook nog jong was en zijn drive-in had. En eigenlijk via de muziek. Mm-hmm. En ik had een heel goede band ook met zijn ouders. Ja. En zo is het eigenlijk is dat gegroeid. En William is tegenwoordig ook mijn oudste man. Ja. Dus we zijn ook veel samen op pad. Maar het is eigenlijk begonnen, heel vroeger, door het zingen van allebei. En dat hij dan, ik kom elkaar tegen en die band wordt dan steeds beter. Tenminste, dat is niet met alle artiesten, maar met hem heb ik wel gewoon een hele goede band. En het is gewoon een, want er wordt heel veel gezegd, dat wil ik wel even zeggen van, de relatie of zo? Nee. Nee. Het is vriendschappelijk. Nee. Puur vriendschappelijk. En muzikaal. En muzikaal. En meer niet, want ik heb gewoon een hele leuke vriend. Dus dat is die. Even gelijk uit de. De wereld. Even uit de wereld. Dus niks aan de hand tussen mij en William. Geen verliefdheid. Collega's. Muzikale collega's en vriendschap. Hey, nou is William zelf een persoon die in het Nederlandstalige zit. Altijd gezongen. Nou heeft hij een paar jaar geleden. Eigenlijk in de coronatijd heeft hij toen een keer Unchained Melody opgenomen. Dat heeft hem in zijn Engelstalig wel zo'n goede opfrisser gegeven. Klopt, ja. En dan weet ik ook nog, en dat had ik de vorige keer toen William hier was, toen zei ik,
jij doet niet alleen Nederlands en een stukje Engels, maar jij staat ook op een festival. Ja, dat is dus wat hij ook heel erg leuk vindt om te doen. DJ draaien, DJ, echt maar ook tent op zijn kop zetten. Maar ook het, dus wat wij hebben gedaan nou, dat is ook echt hè, muziek eigenlijk. Ja. En hij kan, het is echt een super producer. Hè. Hij maakt van nummers, kan, ja, hij kan zoiets bijzonders maken. Mm-hmm. Heel veel mensen gaan ook tegenwoordig naar hem toe. Hè. En hij maakt ook jingles, ja, ook voor mensen een begintune. Hij doet eigenlijk van alles. Het is eigenlijk een heel bezig bijtje die alles kan. Nou, wacht even, want dan ga ik even Willy op een hak zetten. Want hij laat ons mooi zitten. Dus ja. William, jij mag mooi een leuke intro maken voor het Regio Artiestencafé. Ja. Van Sylvana en mij. Dat vind ik een goeie. Sylvia en mij, ja. Moet ik zeggen. Dus, als tegenprestatie. Als tegenprestatie. Kijk, wij moeten nu improviseren. Leren, ja, dat vind ik een goeie. Dus wij verwachten van jou een hele leuke ingesproken jingle. Ja. En die mag je lekker naar Charles toe sturen. En die gaan we mooi voor te zetten. Ja. Ta-da-da-da-da-da. Opgelost. Zo doen we dat. Nee, maar hij is echt iemand, hij is gaan draaien. Hij heeft grote festivals gedaan. Je zegt het al, hij is zelf meer een knutselaar geworden in het ja, nieuwe muziek maken. Ja, klopt. Ja. En hij weet, en dat weet ik zelf ook, want ik heb ook een keer aan hem iets gevraagd. En hij weet het wel zo te draaien. Ik had dus een nummer gevraagd om het om te bouwen naar een iets vlotter nummer. Niet, niet zeurig, maar gewoon echt lekker pit erin. En dan had hij bij een stukje van een refrein, had hij, waar eigenlijk dan een stop in komt, wat bij de originele doorgaat, had hij een hele mooie stop gemaakt. En ik was in de keuken en ik was hem aan het oefenen. En ik zeg, verrek, ik zeg, eigenlijk klinkt dat best wel leuk, leuk want ja. Mensen verwachten dat niet. En hij was in het begin mee bezig en toen zei hij van, ja, hij is toch nog niet naar mijn zin. Maar het is wel iemand met perfectie. Dat is ook, ja dat klopt, het is iemand met perfectie, want het nummer van ons heeft hij nog als demo staan, want dan is hij er nog steeds aan het knutselen, terwijl hij eigenlijk al perfect is. Ja. Maar William hoort dan dingen, ja, ik zit daar wel eens bij, ik ben ook verbaasd hè, wat hij dan allemaal doet. Ik denk van, nou, of wat hij hoort. Dus mm-hmm. Ja, wat dan gaat, is hij daar echt super goed in, ja. Dus mensen, waarvoor ook dat je hem nodig hebt, ja, voor zo iemand moet je dus bij William wel zijn. Want ja, hij is eigenlijk een tovenarij in de muziek. Zeker, ja. Jij hebt toen op een gegeven moment een nummer van je eigen toen nog een keer uitgebracht. Jij zei van, ja, voor mij was het wel iets, maar het was eigenlijk zou je ook zelf nog compleet een andere draai aan gegeven hebben. Ja, dat is de nummer Take It or Leave It. Hè? Ja. Dat is een, bij Kees Tel is dat toen ontstaan. Een soort disco nummer. Alleen ik mis iets in het nummer. En hoe ik hem ingezongen heb, ben ik niemand tevreden over. Dus, maar ik zou er wel een keer een boost willen geven. Want ja. Het is wel echt, het kan wel echt een lekker disco nummer worden. Want dat is ook een tijd die blijft. Ja. En waar mensen lekker op kunnen dansen. Dus ja, ik heb zoveel plannen nog in mijn hoofd. Nou, ik had ze dus vanmiddag eventjes op WhatsApp. En toen zei ik tegen Sylvia, ik zeg, ik heb een nummer van jou gevonden. Ik zeg, sta bij 13 jaar oude man. Ja. Volgens mij al veel ouder. En ik zeg, als je naar de clip zit te kijken en te luisteren, dan denk je echt aan een Amerikaanse stijl van discotheek. Klopt, ja. Het is ook opgenomen in de Drie Zusters. En oude Galaxy, hè? Was ja. Het? Ja. En ja, ik zei al, ik heb de clip zitten kijken. Nou, toen moest ik echt even goed kijken, want ja, we zijn inmiddels jaren verder. We worden ja, allemaal wat ouder. Dat klopt. Maar jee, het zou net zijn geweest of dat je uit Idols gestapt kwam. Nou ja, dat vind ik wel natuurlijk wel een groot compliment. Dus, ja, serieus. Maar ja, het is inderdaad een heel leuk nummer. Ja. Dus zit in de toekomst wel aan te denken om het weer eens een keer in de boost te geven? Ja, nou ik zal maar William wel eens even rond de tafel gaan zitten. Dan heeft hij weer een kwijtje bij me. Nee. Jullie hebben alle twee de passie voor muziek, hè? Ja. En nou zeg jij, jij bent een paar keer bij William geweest. Heb jij ook wel eens dat jij tegen William zegt van ja, luister William, het is heel leuk, maar dat had er voor mij eigenlijk helemaal niet tussen hoeven. Ja, als ik echt iets vind, dan zeg ik dat wel. Ja. Want ik moet zelf ook tevreden zijn natuurlijk met hetgene wat ik uitbreng en erachter staan. Ja. Dus, maar dat kan ook gewoon, hè. Hij laat je er gewoon bij zitten en mee beslissen van hoe vind je dit, hoe vind je dat. Dus dat is wel altijd een overleg, dat is wel heel erg fijn. Ja. Jullie nieuwe nummer, wat je nou uit hebt gebracht, heb je ook gezegd van je gaat vanuit het donkere weer eigenlijk het leven in.
is eigenlijk meer festivalstijl. Ja, dat klopt. Zeker. En jij zegt al, waarschijnlijk gaat hij ook gedraaid worden op de festivals. Ja, daar zijn we wel mee bezig. Maar laat staan als ze volgend jaar aankloppen van luister eens Sil, luister eens William. Het nummer heeft eigenlijk vorig jaar zo goed gedaan. Hebben jullie nog meer? En willen jullie dan op het podium komen doen? Ja, dat is natuurlijk een droom. Maar jij bent zelf eigenlijk ook best wel iemand die langs festivals gaat. Ik ben heel erg gek op festivals inderdaad. En vooral als het lekker weer is. Hè. Lekker dansen in het zonnetje. En, maar ja, dat is natuurlijk wel iets wat we allebei super zouden vinden. Ja. Hè, dat we het live mogen doen op een festival. Ja, dat zou niks mooier zijn. Ja, maar dat wordt wel heel moeilijk. Mm-hmm. Maar goed, je weet het natuurlijk nooit hoe een balletje kan rollen. Nou weet ik niet of William nog steeds die stages allemaal doet, die DJ op de festivals. Want ja, een tijd geleden toen had hij het nog over van, ja ik heb het eigenlijk druk met andere dingen. Dus alles vervaagt een beetje. Ook het Nederlandstalig werd elke keer wat op de achtergrond gezet. Maar laat staan, het gaat gebeuren. Hoop ik toch echt dat jullie echt zo'n goede indrukken achter kunnen laten, maar dat jullie het dan gewoon live kunnen doen. Ja, maar ik ben ook meer een live artiest, hè. Ik studio zingen vind ik al sowieso, dan ben ik veel te veel aan nadenken, want ik wil te perfect. Ja. En playbacken zal ik ook nooit doen. Ik zal ook geen 80% banden hebben of zo. Ik hou daar gewoon niet van. Want ik vind, je zingt nooit hetzelfde als je live zingt. Nee. En je moet, ja, playbacken, nee, dan zit ik er zelfs denk naast als ik het echt. Omdat ik gewoon elke keer mijn eigen ding ervan maak. Ja. Dus ik hou sowieso van live. Live is gewoon toch het mooiste wat er is. En daar betalen de mensen toch voor. Ja, dat is ook zeker. Voor live muziek en niet omdat ik daar kom playbacken. Nee. Hey Sylvia, jij hebt binnenkort wel weer optredens lopen. Ja. Laat even de mensen weten waar dat je ongeveer staat en wanneer. Als je het uit je hoofd kan halen. Ja, maar dan zijn we even kijken hoor. Want ik heb een donderdag, maar ja, dat is een bruiloft, dat is besloten. Ja. En zaterdag zit ik ook weer op een besloten feest. Zondag ook. Maar aanstaande zondag, dat is wel heel leuk. Ik ben rock'n'roll band, tenminste ik werd gevraagd ergens om te zingen. Dat was een rock'n'roll band die al 50 jaar bestaan. 50 jaar? 50 jaar en die ook best wel naam hebben. Ze hebben ook met bekende, vroeger met bekende blueszangers en alles gestaan. En die waren zo onder de indruk van mij. Mm-hmm. Dus die wil mij meer erbij gaan betrekken. En aanstaande zondag zit ik in Best, in het café. Dat kunnen ze op mijn Facebookpagina vinden. Zangeres Sylvia, met een I en een H. Ja. En dat is openbaar. En dan maak ik ook nog wel eens een keer een fout mee met schrijven. Alleen ze weet wel wat. Ja, dat klopt, dat hebben de meesten. Dus wil je ze horen, dan zou ik zeggen, ga zeker eens een keer naar een optreden van Sylvia. Want ja, het is echt een dame, die blaast je zo achter de zaal in. Want een dijk van de stem, en dat zeg ik gewoon eerlijk. En ja, ik zeg al, gevarieerd. Het is, je zegt al, we beginnen nu met de band. We hebben nu ook alweer het festival gebeuren. Ja, dus klopt. Het een beetje het hardcore achter de beetje, gebeuren. Ja, bouwt heel mooi op, moet ik zeggen. Maar ja, het is eigenlijk wel even gas geven. Maar dat had ik achter jou eigenlijk nog eens niet gezocht. Nee, maar weet je, weet je misschien heel veel mensen niet. Ik hou echt van heel veel soorten muziek. Mm-hmm. Van blues tot jazz tot en ik vind alles leuk om uit te proberen. En dit was iets wat ik al langer wel op mijn verlanglijstje had. Ook gewoon naar mijn kinderen. Kijk eens, mama, hè, op deze leeftijd, een hardcore mm-hmm. nummer. Hoe mooi is dat? En dus ja, het is er nou van gekomen en de reacties die we krijgen zijn goed. En nou kijken hoe we het verder uit kunnen bouwen. Hè. Dus dat op Spotify komt en ja, rondsturen. Ik ken wel wat DJ's. Hopelijk dat ze me dat op kan pikken. Ja, dus mocht het zo zijn dat jullie wat meer willen weten over William of over Sylvia, ga zeker naar de Facebook of Insta. Ja, heb je daar vragen, kan je het vragen. Er wordt zeker altijd op beantwoord. Maar ja, natuurlijk, jij weet de titel, want ik kreeg het in mijn schoot geworpen. En ga dan maar eens eventjes aan de titel vragen. Dus ik laat het aan jou over om het hiermee af te kondigen natuurlijk. Nou ja, hier komt het nummer van William en mij dan. En het heet Now Unbreakable, dus ja, een heel goede tekst. Ik zou zeggen, luister, kijk, geniet en boek ons. Beep, beep, beep.
Volgende week weer terug. Zeker. Tot later.